Goeiedag, Wieger. Wie bent er weer? Een lange avond, een korte nacht en verschrikkelijk veel werk. We zijn hier weer aangekomen bij de Bierton, de nieuwe Bierton, bij Theo Bakker. Theo Bakker is de nieuwe uitbater van de nieuwe Bierton. Jongen die ontzettend veel organiseert hier. Wat als je inmiddels zelf al weten en horen en gezien hebben bij ons. We gaan nu naar de carnavalsbeurs. En wij zijn natuurlijk weer samen met mijn grote vriend Watse. En onze grote vriend Gerda achter de camera. Zullen we maar naar binnen van? Kom maar op. We gaan hem kieken, hè? Nou, daar bent u dan, Wieger. In de nieuwe Bierton. Ik zie allemaal alweer al de bekenden. De man van de Woe en Kool zit er ook weer. Prins Ivy, prinses Ivy zitten. Nou, zullen we maar eens gewoon, Wieger, kom maar. Jongen, wat een rommel achter die tafel. Wat een rommel achter die tafel. Gelukkig ziet het er beter aan. Op de tafel ziet het er beter uit. Lijkt dit beeld nu, hè? Meneer Meijne, goedemiddag. Hoe maakt u het? Uitstekend. Heel gezellig. Het is, je ziet het, echt heel druk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook beter vind nog dan vorig jaar. Ja, ik denk dat het ieder jaar wel beter wordt. Ik denk, dit is het derde jaar, dus we hebben even een paar jaartjes nodig voor inloop. En dan, de verkoop, vordert gestaag? Ja, ik heb nu ook een ander assortiment een beetje bij me, een wat hoger assortiment. Ik heb veel bestellingen, dus dat wordt druk de komende dagen. Ja, ik heb nieuwe pakken zoals dit, nieuwe lijn. Nou, dat doet het heel goed en mooie jassen. En ik merk ook dat misschien ook beter ten opzichte van vorig jaar, dat toen hadden we dus twee in een korte tijd, twee beurzen. En nu is het gewoon één, een paar weken voor de carnaval. Ja jongens, dat zeg ik, dat is veel beter. Ja, je hebt nu meer ruimte, hè? Want we staan al zo wat in een U-vorm staan we hier. Ja, de hele Bierton die wordt inmiddels beslagen door en ingenomen door de carnavalsbeurs, ja. Ja. Dan ga ik even vragen of Gert mee kan, want dan ik wil ook even naar Ben toe. Ben die is altijd meestal de achterste man. Of ik vraag hem er wel even bij. Zal ik dat even doen? Ben. Ik pak Ben even hoor. Oh joh, wat dan? Wat nou dan weer? Heel voorzichtig hè? Ja, heel voorzichtig. Normaal gesproken dan. Iedereen loopt altijd naar mij toe om te vragen van hoe het gaat. En je staat weer apart in een donker hoekje. Een beetje het overzicht. Ik weet gewoon zeker dat ik gewoon hier dan ook toch wel goed moet helpen. De dames die kunnen het soms niet overzien en de heren. Ze moeten toch even een beetje advies geven. En dan daar hebben we onze band voor. Het loopt hier natuurlijk ook storm bij jou. Ja, is leuk, druk, gezellig. Ja, hele leuke beurs. En net als mijne, die zegt ook van ik vind het nu nog mooier als vorig jaar. Is jouw mening dat ook? Vorig jaar was ik er niet bij, want toen was hij hier met Hedwig, met die kleine dame daar. Ja, ik vind het super gezellig. Het is van alles door elkaar en je komt heel veel bekenden tegen. Ja. Dus dat is het mooiste? Zeker, ja. Vooral die bekenden natuurlijk. Vooral die bekenden, ja. Niet alleen praten, maar ook kopen. Je drankje erbij. Ja. Nou, wij staan mooi dicht bij de bar. Dus, ja, wat dat is helemaal gunstig. Dat is helemaal goed, ja. Nou, ik hoop dat jullie vanmiddag een verschrikkelijke goede middag hebben. En dan hebben we ook weer een goed carnaval met z'n allen. Komt helemaal goed. Oké, Ben, bedankt. Bedankt ook. Goedendag. Knuffelen met een beer. U bent? Van de Beuk. Bed gewezen. En u staat hier met een stand? Ik sta hier met de Buttons. Ik ben van Buttenpress. Ja, niet meer officieel, want ik ben met pensioen. Maar ik doe het nog wel even voor de carnaval. Ik maak de Buttons voor de carnaval, voor de Zwolse carnaval. Ja, ik vond het zo mooi uitzien, helemaal in het geel, gele pruik. Ik denk van, die man die verkoopt ook gele kleding. Nee. Dit geel, dat is voor de auto. Je weet dat ik een gele auto heb. Een oldtimer van bijna 100 jaar. Daar ga ik mee naar Polen toe. En dan komt er nog een riempje onder, want dit ding is gemaakt voor me door die dame vooraan in de... En dan komt er nog een riempje onder en dat wordt mijn helm voor de oldtimer. En u maakt de buttons op verzoek, speciale buttons? Alleen voor Zwolle, nou nog voor de carnaval, ja. Oké, dus dan zult u wel ontzettend veel animo hebben? Of? Nu wel ja, we hebben nu even heel erg druk, ja. Ik heb ze net, voor de mensen die hier staan, heb ik ze net klaar. En nu moeten we nog 2.500 maken voor de carnavalsverenigingen. Dus dat is
Ja, dat gaat door. Dat gaat door. Ja, en u hebt natuurlijk de tijd zat, 2.500, dat is peanuts. Ja, dat is peanuts. Ik heb, denk ik, ik doe dit misschien wel 30 jaar. Ik denk dat ik wel meer dan 20.000 butters heb gemaakt in mijn leven. Ja. Oh, dat is een respectabel aantal. Gewoon bij de televisie doen, dus je gaat zitten en dan ga je... Ik heb een half automaat en ja, dat gaat perfect. Ja, dat gaat, ja. Ja, dat is de ervaring die dat op een gegeven moment, een kop koffie erbij, televisie erbij. En dan met een half oog naar televisie kijken en met een half oog buttertjes maken. En dan lukt het wel allemaal, ja. Nou, leuk. Ik hoop dat u nog heel veel kwijtraakt vanmiddag. En een fijne middag nog. Van wie is deze stunt? Is een van de oelegappers. Ja, een bekend pak. Ja, dat is van de oude Vos van John Willemsen. In 99, dacht ik. Van John Willemsen? Ja. Niet van meneer Van Hof? Ook. Ook. Maar passen die dan in hetzelfde pak? Ja, nou, John Willemsen past hem nu niet meer. Maar die is wat gegroeid. Ja, dat wil ik zeggen, want ik, als ik dat zo zie, dan is dat een mooi slank pakkie. Ja, een slanke torso. Ja, ik zie het. En, maar voor €50? Ja, vraagprijs, hè? Kan nog iets aan. Dus, maar dat is niet veel. Nee, dat vind ik ook niet. Dus is niks voor jou. Nou, ik heb er zelf ook al twee hangen, ja. Dus... Dat is ook zo. Nou, zie je dat hij hem verkoopt. Ja, we doen ons best, hè. Mooi. Nou, toppie. Ja. Mag ik vragen wat uw bemoeienissen zijn? Want u loopt hier zo mooi door de zalen heen. Ja. Nou, ik ben mede-organisator van de beurs. Samen met twee dames en met Theo natuurlijk. En Theo die stelt de accommodatie ter beschikking en nou, wij stoppen onze energie erin. En je ziet het, van, we hebben 34 standhouders, dus we zijn zeer tevreden. En die dames, ja, wat liefst doe ik natuurlijk altijd de dames interviewen. Ja, hè? Maar ja goed, het is nu niet anders, ik moet het nu even met de Dinkelberg doen. Allebei weg. Oh, sorry, dan sta ik weer voor de kerk. Silvera Jans, die ken je, Silvera Jans, ja, 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 ja. En Anita Dinkelberg, mijn vrouw. Wij organiseren dat samen. En dit is het derde jaar dat jullie dat ook doen? Het tweede jaar, maar vorig jaar hebben we twee keer gedaan met carnavalstijd. Maar één keer lijkt ons genoeg. Ja, dat lijkt mij ook wel. Ik vond het ook wat minder druk en meer rommelig. Precies. De tweede keer. Ja, daarom. En het is, nou, het is lekker vol en de volle komt. Kijk naar de parkeerplaats, je kan bijna de auto niet meer kwijt. Dus we zijn zeer tevreden. Nou, mooi. We gaan nog eens even verder kijken, want je hebt meerdere zalen gelukkig. Dus, ja. We hebben dit jaar de Dalen erbij, omdat we zoveel aanmeldingen hadden. En nou, kijken of dat ook een succes wordt. Nou, ik hoop voor jullie dat het een verschrikkelijk mooi succes wordt. Hey, heel veel succes en we zien elkaar weer. Hallo. Die, hè? Nee, hoor. Wil je die dan nog even omdoen dan? Het is net past u net. Nou, past u net niet, hè? Ja, waar ligt het dan? Zijn die dingen... vroeger. Oh, is die van vroeger? Daar hangen we nu wat lager. Wieger. Samen met mijn vriend Benjamin Bettin rondwezen lopen hier over de beurs heen. Het ziet er leuk uit, ziet er goed uit. De verkoopcijfers zijn goed, er worden weer haartjes verkocht, er wordt van alles verkocht hier. We hebben het weer gezien, we gaan weer samen vandoor. Bart, wat vond je ervan? Het was een gezellig goed geslaagd middag, goed van water, dus wat wil je dan meer? Nou, wie gaan maar, wie trapt hem aan? Kom op, hoi, wie gaan?